Vorige week begonnen met het thema ons leven beweegt zich in de richting van onze sterkste gedachten. Daargene waar we mee bezig zijn, dat is de richting waar ons leven gaat. En we hebben geleerd dat als wij onze gevoelens worden bepaald door onze gedachten. En je gedachten, vervelende gedachten, negatieve gedachten, brengen een verkeerd gevoel over. En als je verkeerd voelt, ga je vaak ook verkeerd spreken. En daardoor komt er verkeerd handelen. En uit een verkeerd handelen komt er een verkeerd karakter. En daarom is het zo belangrijk dat die transformatie die God wil bewerken in ons leven vanmorgen komt door het woord. Door het woord te gaan spreken, door anders te gaan spreken. Amen. Zoveel mensen die spreken altijd negatief. Wat was het vanmorgen weer moeilijk om op te staan. En ik voel me zo ziek en ik ben maar een ellendeling. En mijn vrouw is niet goed en mijn man dit en mijn kinderen zus en zo. En alles loopt tegen en het leven is zo vermoeiend. Maar je kunt ook heel anders zeggen van Heer, wat een nieuwe dag om u te loven en te prijzen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. We zullen ons verblijden. Halleluja. Wat een genade dat ik met God mag wandelen. Dat alle dingen nieuw zijn door de genade van God, door de geest, door het bloed van Jezus. Amen. Dat ik helemaal genezen ben in de striemen van mijn heiland. Dat vandaag de beste dag van mijn leven is. Dat het oude voorbij is en alles is nieuw geworden. Mensen, hoe spreek je? Hoe voel je? Hoe denk je? Ons denken is zo belangrijk en God wil een diep werk doen van verandering in ons leven door ons te helpen anders te gaan denken. Amen. Anders denken boerderij heb ik vorige week genoemd. Een filosofie van vroeger. Van anders denken. Mensen worden in kampen gebracht in China om anders te leren denken. Maar wij komen in de school van de Heilige Geest om te leren totaal anders te denken. Amen. Te denken als kinderen van God. Te denken als nieuwe schepselen. Mensen die helemaal getransformeerd zijn. En dat willen wij lezen in Romeinen 12. En daar gaan we eventjes bij stilstaan. Romeinen 12. Daar zegt de Bijbel: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Geweldig, hè? De Bijbel zegt, verandering begint bij ons lichamen te stellen als een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Weet je, alles begint met bekering. Alles begint met een totale nieuwe instelling. Van Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil voor u leven. Wil je werkelijk veranderen, mensen, dan begint het met een overgave aan God. Een overgave van je hart, van je wil, van je hele lichaam op het altaar leggen. Ik heb het vorige week al gezegd, en leven komt pas uit de dood. Als ik gestorven ben met Christus, dan zal ik werkelijk leven. Als ik dood ben voor de zonde, dan kan die kracht van de Heilige Geest mij totaal gaan vernieuwen. En dan ga ik leven niet meer vanuit mijn eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Het begint met een overgave van je lichaam te stellen als een levend offer op het altaar. En dan, wat gebeurt er dan? En dan zegt de Bijbel, dan gaat die hervorming plaatsvinden. Dus het begint eerst met een stellen van je lichaam. En dan staat er, en wordt hervormd door de vernieuwing van jouw denken. En dat woordje hervormd, dat hebben we vorige week al gezegd, dat is het woordje voor metamorfose. En onderga een gedaantewisseling. Onderga een diepe verandering in het diepst van je wezen, waardoor dat je denken veranderd gaat worden. En eerst geef je alles aan God, je bekeert je, je keert je af.
U weet, die verloren zoon, die was in die varkensstal. En de Bijbel zegt, en hij kwam tot zichzelf. Hij begon anders te denken. Weet je, het woordje bekering betekent je denken veranderen. Eerst was het, mijn vaders huis deugt niet, ik ga weg. En plotseling begon hij te beseffen, in het huis van mijn vader is er overvloed. Zie je een verandering van denken. En zo mocht je weten, ook de wereld, mensen gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Al deze dingen van deze wereld zijn maar tijdelijk. Heer, maar ik bekeer me van het plezier van deze wereld. En ik keer me met mijn hele hart tot God. Ik leg mijn leven als een levend altaar, een levend offer op het altaar. Maar dan begint het en wordt hervormd. Wordt onderga een metamorfose. Dat betekent onderga een diepe verandering in je hart. Doordat je anders gaat leren denken. En we hebben een paralleltekst. Als u dat leest in Matteüs 9, we hebben geen tijd, dus ik ga er niet te diep op in. Maar in Matteüs 9 heb je een paralleltekst. Daar spreekt het over de verheerlijking van Jezus op de berg. En we weten dat de Bijbel zegt, en zijn gedaante begon te stralen. Hè, en het werd helder wit als licht. En die heerlijkheid die in Jezus was, die kwam naar buiten. Hij onderging een gedaantewisseling. De Bijbel zegt, zijn gedaante veranderde voor hun ogen. Met andere woorden, en datzelfde woordje is het woordje wat we hier gebruiken voor die transformatie, voor die metamorfose. Hetzelfde woordje. Jezus onderging een metamorfose, een gedaanteverandering, een wisseling. Dus die heerlijkheid kwam naar buiten. En dat is eigenlijk wat God wil doen. God wil dat de heerlijkheid van God naar buiten komt in ons. Dat er een verandering plaatsvindt diep van binnenuit. Zodat je niet meer, weet je, een lijst hebt van wat je niet mag doen. En die ga je veranderen door een lijst van wat je wel mag doen. Nee, maar er is een innerlijke verandering, zoals je gaat houden van de dingen van God. Je gaat houden van de dingen die goed zijn. En je gaat een haat ontwikkelen aan de dingen die wedijveren met God. Weet je, dat is die echte verandering. Niet als je, de Bijbel spreekt over de werken van het vlees. En daar tegenover staat niet de werken van de geest, maar er staat de vrucht van de geest. Met andere woorden, het is een iets wat in je binnenste geboren wordt, waardoor je totaal anders wordt. Wordt hervormd, wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. En ik mocht het van de week zo geweldig ervaren. Ik was met dit onderwerp bezig, het had me gezegend. En ik was aan het lezen in Efeze. En ik begon te lezen, Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, naar de wil van God de Vader. En ik begon te mediteren in het woord. En ik had zo'n geweldige ervaring met de Heer, die ik al tijden niet heb gehad. Dat God me zo aanraakte en dat ik gewoon tegen mezelf kon zeggen, wat ben ik gelukkig. Wat ben ik gelukkig. Vaak ben ik gelukkig, maar ik heb nog wat dingen, issues, die me lastig vallen. Maar ik was zo intens gelukkig en ik besefte van, Heer, ik ben klaar ook om naar de hemel te gaan. Als ik nou moet sterven, wauw, geweldig. Weet je, en dat is eigenlijk die verandering die God wil bewerken. Het is niet een kwestie van wilskracht, maar het is een verandering. De Bijbel zegt, word hervormd door de vernieuwing van jouw denken. Wees in fellowship met God. Lees de Bijbel, overdenk het. Leer een andere manier van denken. Leer goddelijk denken. En word helemaal vervuld met Jezus. En hij bewerkt een verandering in jou. Zodat het christelijk leven niet meer is een pogen uit je eigen kracht iets te doen. Maar het is een gedragen worden door de Heilige Geest. Het is zijn kracht die je verandert. De Bijbel zegt, een nieuw hart geef ik u. Dat hart van steen haal ik eruit en ik geef je een nieuw hart, een hart van vlees. En dat is mensen waar ik naar verlang. Natuurlijk, ik wou dat moment, of die momenten wou ik constant vasthouden. Maar natuurlijk is er ook een proces. Er zijn van die hoogtepunten waarbij God je optilt en je werkelijk ervaart, dit is het christelijk leven. En dit is die ware vrijheid. Die ware vrijheid waarbij je verlangt om te doen wat God wil. Waar je hart veranderd is. Waar je houdt van de dingen die God van houdt.
En waardoor je totaal anders wordt. En dat is het proces wat God wil starten natuurlijk. Ook met ons leven van jezelf, je ledematen kruisigen. Hè? Die discipline waar we het over hadden vorige week. Om elke gedachte krijgsgevangen te nemen die niet hoort in ons gedachten. Dat blijft die strijd. He, want het vlees wil weer naar boven komen. Maar Jezus wil je vrijmaken. Wie de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. En de Bijbel zegt dat zult gij de waarheid verstaan. En de waarheid gaat je vrijmaken. Vrij van de overheersing van het vlees. Vrij van alle dingen die mensen je willen aanpraten. He, we zijn zo vaak een strijdtoneel. En iemand heeft vergeleken, he, ons denken als een vliegveld. En er komen allemaal vliegtuigen aan. En ons verstand is de controletoren. En wij kunnen toestemming geven voor bepaalde vliegtuigen om te landen. Wij kunnen bepaalde vliegtuigen weigeren om te landen. Wij zijn in controle, mensen. En dat is een nieuwe discipline die je moet gaan aanleren. Als je totaal veranderd wil worden, moet je een nieuwe discipline leren. Heer, ik ga die controletoren, ga ik Jezus in plaatsen. En ik ga hem mij laten bekrachtigen om alle gedachten die niet goed zijn af te wijzen. Weet je, en als je de bagage, als die plane landt en de bagage komt op de bagageband. Dat is als het ware, je mond die gaat spreken over die gedachten die zijn geland. Voor 2 weken. Maar wat heerlijk, hè. Wij controleren ons verstand. En als je allerlei negatieve gedachten in je hart koestert, dan is het ware die positieve gedachten, die worden afgeketst. Maar als wij ermee afrekenen, elke gedachte krijgsgevangenen brengen. Zeg, Heer, ik ga een nieuwe discipline in mijn leven inbrengen. Ik ga elke gedachte ga ik krijgen. Ik ga niet meer toestaan dat bitterheid of negativisme of kritiek of allerlei andere verkeerde dingen, minderwaardigheid in mijn leven binnenkomen. Maar ik ga ze krijgsgevangenen nemen en ze ga brengen om ze te laten gehoorzamen aan Jezus. Zeg, Heer, uw liefde vult mijn hart. Heer, ik dank u dat vandaag de beste dag is van mijn leven. Ik dank u, Heer, dat ik een man ben van liefde. Dat ik een man ben van blijdschap. Heer, ik dank u dat mijn leven totaal anders is. Amen. En mensen, naarmate je anders gaat denken, zul je merken dat je totaal anders ook je gaat voelen. Ons gedachten moeten worden vernieuwd. Helemaal anders gaan leren denken. En ik ga een paar punten maar noemen. Want de tijd is kort vandaag. Maar een van de dingen, mensen, om ons hart, onze gedachten helemaal te vernieuwen, is natuurlijk, en daar heb ik het vorige week ook al even genoemd, is totaal afrekenen met ons verleden. De aanklager van de broeders wil ons altijd herinneren aan ons verleden. Wil ons altijd laten zien wat wij fout hebben gedaan. En waarom wij maar mislukkelingen zijn en ellendelingen. Waarom er geen plaats meer is voor Gods genade in ons leven. Want we hebben het allemaal verspeeld. En God wil vanmorgen dat wij die leugen van de vijand gaan vervangen met de waarheid van God. En met leugens moet je altijd vervangen met de waarheid. En de Bijbel zegt, als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dan mag je vragen wat je maar wilt. Gods woord moet in ons blijven. De Bijbel zegt in Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Laat Gods woord in je komen wonen, mensen. En laat die mislukkingsmentaliteit achter je. We zijn geen slachtoffers van de omstandigheden. We zijn overwinnaars. God heeft alle dingen nieuw gemaakt. En God is niet met ons. God is geen God die zegt van ja, maar je hebt het verbruikt en nu ben je maar een tweede rangs christen. Nee, God is een God van totaal nieuwe dingen. En laat je verleden niet in de weg staan. En we leven zo vaak in het verleden. En ik heb het vorige week gezegd, het verleden bestaat helemaal niet meer. Het bestaat nog alleen maar in jouw gedachten. Als jij dat entertaint, blijft het levend. Maar wij moeten leren. Heer, ik wil totaal vernieuwd worden. En ik reken af met het verleden. Ik reken af met alle excuses. Je weet, Abraham,
menselijke wijs was veel te oud om gebruikt te worden. Isaac, die was een beetje een dromer. Jacob, die was een leugenaar. Allemaal mensen die geweldig in Gods plan passen. Jozef was iemand die misbruikt is geworden. Gideon, een bangerik. Rahab, een hoer. Jeremia en Timotheus waren nog veel te jong. David, overspeler, moordenaar. Elia, die liep met zelfmoordgedachten. Jona, die rende van God. Naomi was maar een weduwe. Job was bankroet. De discipelen die vielen in slaap terwijl zij moesten bidden. Petrus verloochende Jezus 3 maal. Martha maakte zich zorgen over allerlei dingen. En de vrouw bij de put, die was een gescheiden vrouw. Hij had 5 keer gescheiden, leefde weer samen met de andere man. Wat een mensen. Maar ondanks al deze dingen had God een geweldig plan en een geweldig werk in hun leven. Laat de duivel ons niet vasthouden aan ons verleden. Zacchaeus was een klein manneke. Er zijn sommige kleine mannetjes hier. Lazarus was dood. Erger kan niet. Maar als Lazarus uit de dood kon komen, mensen, dan kan ik ook uit mijn problemen komen. Dan kan ik ook alle dingen nieuw maken door de kracht van de Heilige Geest. Petrus verloochende Jezus, maar hij kreeg een nieuwe kans. God wil dat wij ons verstand vernieuwen. Maar om die verandering in je denken en in je hele hart te gaan ervaren, moet je het verleden loslaten. Amen. Laat los alles wat gebeurt. Geloof niet wat de duivel van je zegt. But believe what you say of me. Amen. En laat je gedachten helemaal veranderen. Je bent niet wat je hart zegt wat je bent. Je bent niet wat de vijand zegt wat je bent. Je bent niet wat de negatieve mensen zeggen wat je bent. Je bent wat God zegt dat je bent. En God zegt, je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. God zegt, je bent mijn zoon. We zijn in Efeze 1, we zijn aangenomen als zonen van God. En we zijn erfgenamen van God, mensen. Mede-erfgenamen van Jezus. Dat is wat we zijn. We zijn geweldige kinderen van de levende God. Laat niemand het van je afnemen. Je bent geliefd in de Zoon. En God houdt zoveel van je als hij van Jezus houdt. En je bent zo geweldig geliefd. En dat is je nieuwe identiteit. Je bent een kind van God. Niemand kan je kapot maken. Amen. En geloof het met je hele hart. Laat die transformatie plaatsvinden. En zoals Jezus werd verheerlijkt, zo wil God een diepe verandering van binnenuit naar buiten. Dat het licht van God gaat uitstralen naar buiten. En dat je werkelijk veranderd wordt. Zodat je niet meer in eigen kracht hoeft te leven. Maar je leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. Als een nieuwe schepping. De tweede manier om ons verstand te vernieuwen is natuurlijk om het woord van God in onze mond te nemen. En de Bijbel zegt in Spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn in de macht der tong. Amen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Door wat je gaat belijden, gaat het woord van God levend worden in je. Elke dag mag je fellowshipen met Jezus als je de evangelie leest en de brieven van Paulus en Petrus en je gaat door het Oude Testament, je fellowship met God en je voet je met hem, je gedachten worden vernieuwd, maar dan is het belangrijk dat je zo gaat uitspreken. Weet je, alles begint met een proclamatie. En God sprak, daar zij licht. En zo kwam de hele schepping. En Jezus begon zijn bediening met te zeggen, de geest des Heren is op mij, daarom wat hij mij gezalfd heeft. Het begint met een uitspreken. De Bijbel zegt, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij spreken. David zegt, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. De Bijbel zegt, wij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van ons getuigenis. Halleluja. Jezus wordt genoemd de hoge priester van onze belijdenis. Als je niet belijdt, heeft Jezus als het ware niets om wat mee te doen. Maar als je het gaat belijden met je mond, als je mond het uitspreekt, dan gaat je hart het geloven. En dan gaat het een realiteit worden in je leven.
dood en leven zijn in de macht van de tong. En zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. En je moet denken, anders gaan leren denken en dan ook anders gaan leren spreken. Je weet, de Bijbel spreekt over de dingen van God schrijven op de tafel van je hart. Maar hoe kun je op de tafel van je hart schrijven? David zegt, mijn tong is de griffel van een vaardig schrijver. De pen van een vaardig schrijver. Met je tong ga je schrijven in je hart. Je weet wat God zegt bij Joshua, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Maar overpeinst het bij dag en bij nacht. Welzalig de man die niet staat op de weg der zondaars, of niet gaat in de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. En uit de overvloed van zijn denken gaat zijn mond spreken. Het is zo belangrijk, mensen, spreek wat God van je zegt. Spreek niet wat de vijand zegt, maar heb een ander belijdenis op jouw lippen. Amen. Begin te spreken vanuit de kracht van de Heilige Geest. Begin andere dingen te noemen. Begin Gods woord op je lippen te nemen. Ik heb een paar mooie belijdenissen. Ik kan alles door Christus die mij kracht geeft. Amen. Beleid het. Je bent geen zwakkeling, maar je kan alle dingen doen. En God houdt onvoorwaardelijk van mij. Mag je beleiden. En God heeft mij niet gegeven een geest van angst, dus ik zal niet in vrees leven. Ik neem geen aanstoot aan de dingen die om me heen gebeuren, want de Bijbel zegt, zij die uw wet lief hebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Heerlijk, hè? Als je dat mag beleiden, er is voor mij geen struikelblok, want ik beleid zijn woord. Halleluja. Ik heb zijn wet lief en ik heb grote vrede. Er is geen struikelblok voor mij. Ik hou van alle mensen. He, want de Heer heeft gezegd, he, hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt. Omdat gij liefde hebt onder elkander. En de liefde van God is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Ik heb nergens aan gebrek, want mijn God zal voorzien in al mijn behoeften naar zijn rijkdom. Heerlijk in Christus Jezus. Ik heb vrede met God en met mezelf. Halleluja. Elk moment geniet ik van het leven, want dit is de dag die de Heer mij geeft. Halleluja. Weet je, dat zijn een paar van de belijdenissen. Ik ben gerust, want ik heb een hoge priester die altijd leeft om voor mij te pleiten. De Heilige Geest woont in mij. En ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Heerlijk om te leren spreken. Als je hart vol ergens van is, dan mag je ervan spreken. Amen. Beleid het. Proclameer het. Proclameer de waarheden van het woord van God. Dus als je je leven wil vernieuwen, laat je verleden los. Nummer 2, begin anders te spreken. Laat uit de overvloed van je hart ook woorden komen die het gaan bevestigen. En leer je om je altijd te verblijden. Amen. Leer je om je altijd te verblijden in de dingen die God doet. En wat er ook gebeurt, wat de omstandigheden ook zijn, weet dat je mag blij mag zijn. En de Bijbel zegt een blij hart bevordert de genezing. En voor de blijmoedige van hart is het altijd feest. Ik verblijd me in de Heer ten alle tijden. Dat betekent ook in moeilijke tijden, wat mijn zusje ook al zei daarnet. Ik mag me verblijden. Ik mag de Heer loven en prijzen te midden van alle dingen. Er is geen ruimte in mijn hart voor negativiteit. Maar ik prijs hem en ik dank hem en ik loof hem elk moment. En ik ben dankbaar voor al het goede wat hij voor mij heeft gedaan. En ik ben vol van Jezus. Weet je, als je blij bent, dan heb je weer hoop. En als je hoop hebt, zie je het weer zitten. En dan weet je dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Amen. Weet dat, mensen.
Wat er ook gebeurt in je leven, jij mag je verblijden, want God is goed. En God houdt van jou. Amen. Laten we met elkaar danken. Heere Jezus, dank u dat wij uw woord mochten bestuderen vanmorgen met elkaar. En Heer, dat u ons helpt om totaal anders te denken. Heer, dat wij een discipline aan ons leven mogen toevoegen. Dat wij niet meer, Heer, elke plane laten landen in onze hersenen, op ons vliegveld, maar dat wij die controletoren in bezit gaan nemen door de kracht van de Heilige Geest. En verkeerde vliegtuigen afwijzen en niet toestaan dat ze landen. Heer, we kunnen niet helpen dat ze overvliegen, maar we kunnen wel helpen dat ze landen in onze gedachten. Help ons om sterk te zijn. Heer, we willen afrekenen met het verleden. We willen ons mond vullen met uw woord, Heer Jezus. Dag en nacht uw woord overdenken. En Heer, gemeenschap met u hebben in uw woord. En getransformeerd worden. En Heer, we willen ons leren verblijden. In plaats van negatief, in plaats van depressief te worden, gaan wij ons verblijden in uw geweldige goedheid. Dank u voor uw woord. Dank dat u een werk doet in elk hart van totale transformatie. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog niet...